Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag weer maandag, dus we gaan weer lekker trainen. Vanmiddag ga ik het zo als het eruit ziet, even nog een lekker stukje fietsen. Wat heb ik ons ontbijt? Ik heb een ontbijt, het is natuurlijk weer trainen. Als ontbijt heb ik Griekse yoghurt met havervlokken en een beetje kaneel. En een vitaminetje. Dat wordt het voor vandaag. We gaan nog lekker trainen. Ik ben een beetje laat. Dus ik zie u later. Goedemiddag, het is het al. Ik ben weer aan het trainen geweest. Ik heb 30 minuten op de hamsterband gestaan. 30 minuten op de fiets waar ik nergens aan kon. En 10 minuten roeien. Maar ja, ik moest wel lachen, want de laatste seconde ging zwaaien. En toen vroeg iemand, naar wie zwaai je nou? Ik zei, nou, naar het publiek dat op de kal staat. Ja, je moet toch wat. Wie dan? Voor de rest heb ik mijn biceps, mijn biceps en mijn triceps en mijn borst en mijn nek gedaan. En weer 10 minuten, mijn buikspieren, samen weer met die trainer. En we moeten dit 2 weken volhouden en dan een week moeten we het dubbele doen. En daarna heb je nog een aantal trucs en trips voor ons. Man. Ik weet nu waarom ik zaterdag alleen maar windjes liet. Dat komt door die buikspieroefeningen. Dan schijn je metabolisch te gaan veranderen. En je krijgt dus veel meer druk op je darmen. En ja, dan ga je windjes laten. Dus Martijn, sorry. Maar, over Rotterdam ook, sorry. Maar ik ga vanmiddag even naar die tandtechniek. Ik heb hier een pijnpuntje. Dat vind ik toch wel even een probleem. Ik had hem zaterdag op zondag had ik hem de hele nacht ingehouden. Eens kijken hoe dat ging. En toen had ik echt, het leek wel of ik kiespijn heb. Maar dat heb ik niet, dat kan niet. Wat heb ik als lunch? Ik heb als lunch heb ik een salade met tomaat, komkommer die ik in Rotterdam heb gehaald en ei met champignons er doorheen. Dus voedzame en eiwit lunch. En maaltijd, lunch, dus ik heb nog een halve zoete aardappel en dan ga ik vanavond even wat mee doen. Dus ik zie u vanmiddag, ik neem u mee op de dinges, het is geen mooi weer, het stormt. Maar ik neem u mee, want ik moet toch bij Frank wezen, dus ik zie u later. Zo, goedemiddag. We zijn weer bij het item aangekomen van wat eten we vanavond. Nou, we eten vanavond zoete aardappelpuree met tomaat en ui. En dat gaat in de oven. En wat hebben we nodig? We hebben filo deeg nodig. 1 tomaat, als je met een grote gezin bent. 2 tomaten.
Twee rode uien. En daar is hij weer. Het knoflookje. Daar gaat mee. En een zoete aardappel. Dat is alles. Het hele gerecht volgens alle handen komt het maar op 2 gram koolhydraten. Dus we zullen het zien. En ik moet vanavond ook nog charge hier. Dus, oh ja, en ik heb er nog kip bij, maar dat staat nou in de oven. Die staat te garen in zijn eigen vet. Dus Oké. Ik zie u later. Een goedemiddag. Goedenavond. Zitten we in een tafel. En, ja, wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb nog even gefietst. 18 kilometer, maar het is zulk onderweer en ik moet er vanavond nog erheen. Ja, ik zou u meenemen naar Frank, maar het is al gebeurd. En tegen windkracht 5 ingereden, dus. Maar ja, in ieder geval, we zijn heel hard thuis gekomen. Wat heb ik gemaakt? Nou, dat had u gezien, maar u hebt niet het eindresultaat gezien. Zoete aardappel quiche met rode ui en tomaat. Dit is het eindresultaat. Ik vind het wel gelukt en ik heb een stuk kip erbij, dus dat ga ik vanavond doen. Ik ga vanavond nog even naar, ik moet er al op lachen, want Punt die staat nou aan de achterkant van die kamer, daar staat ze er aan te ruiken en te kijken. En wat ga ik vanavond doen? Ik moet vanavond nog naar Chachi. Maar ik ga vragen of dat kan ze vanaf volgende week op woensdag kan. Want maandag, ja, dan is het mijn opstartdag en we hebben weer leuk getraind. Maar woensdag heb ik helemaal niks te doen en dan kan ik beter s'avonds naar Chachi gaan. Dan ben ik niet zo moe ook. Nou, ik wens u een prettige avond verder. Ik ben laat thuis, dus ik ga ook niet naar Paul kijken. Ik vind het een achterlijk mannetje. Ik heb 200 vrouwen gehad. Waarmee? Ja, ik heb 200 vriendinnen, maar daar ben ik niet allemaal mee in de bed geweest. Dus, lul mij op. Nou ja. In ieder geval, ik. Gelijk reden. Ik zie u morgen weer.